Ik ben Elma van Boksel. Ik ben tweedejaars architectuurstudent. Ik heb mijn eigen bureau ZUS, samen met Christian Koreman. Een landschapsbureau wat breder georiënteerd is dan alleen landschap, mode en stedenbouw. Mijn vooropleiding is landschapsinrichting. En ik merkte dat ik na het afronden van die opleiding behoefte aan had om mezelf te ontplooien en meer te leren. En meer informatie tot en met te krijgen. Dus toen ben ik begonnen met de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Aan de ene kant omdat het gewoon hier in Rotterdam zit en dit is gewoon mijn stad. En aan de andere kant omdat er gewoon hele goede docenten hier rondlopen. Wat het voordeel is van de Academie van Bouwkunst in vergelijking met de TU Delft is dat je hier echt met professionals aan het werken bent. Docenten die zijn allemaal mensen uit het vakgebied, maar de studenten natuurlijk ook. Die zijn allemaal werkzaam bij bureaus, leuke bureaus en echt professionals. Het is niet meer dat je echt aan het studeren bent, je bent aan het bijleren of uit een passie kom je hier. Dus de meeste mensen die hier zijn, die zijn ook vrij gedreven en ambitieus. Wat ik goed aan deze academie vind is dat het verticaal door elkaar loopt. Dus dat je met eerste en derdejaars studenten door elkaar heen zit. Dus continu verversing van je medestudenten. Je zit bijna nooit met dezelfde studenten in een atelier. En dat is ook gewoon fijn, dus dat je niet dat soort klassikale idee krijgt. Het is gewoon een hele vrije manier van studeren. Doordat je je atelier zelf kiest, kan je zelf je eigen draden uitleggen van nou, ik ga dat en dat en dat. Dat zijn mijn ateliers, of die kennis wil ik doen. Je hebt geen verplichte vakken. En dat vind ik gewoon ook heel goed. Dus dat het niet een vooruitgeschreven opleiding is die klaar ligt voor jou. Van nou, als je dit doet, dan ben je architect. Maar dat je jezelf kan vormen daarin en pakt waar jij behoefte aan hebt en wat jij nodig hebt. Binnen de ateliers, daar ontwerp je. Daar komt uiteindelijk daar heb je een opgave waar een eindproduct na een half jaar moet liggen. Getijdenstad was mijn eerste atelier. En Getijdenstad is een stad die op het water drijft. En die in plaats van statisch is, dynamisch is. Dus die met het getij meegaat. Als de golfvloed er komt, gaat hij weer drijven en drijft hij mee met het water. Riverframe was het eindontwerp van mijn tweede atelier Nieuwe Suburbaniteit. De opgave was het ontwerpen van een woonomgeving, een nieuwe woonwijk in de uiterwaarden. En Riverframe framed de uiterwaarden. En de framing zelf is eigenlijk het straatpatroon. En dus je kan de standaard woningen erop hebben, je kan dijkwoningen hebben, tijdelijke woningen. Maar het landschap dicteert bij voorbaat wat de mensen moeten bouwen. Want mensen zitten eigenlijk helemaal niet op te wachten dat een architect een hele woonwijk gaat ontwerpen, maar dat hij vooral de onderlayer aanbiedt. Ik vind dat het heel belangrijk is om met de realiteit bezig te zijn en om daar conceptueel over na te denken en ideeën verder te brengen. Dus gedachten die nog niet gemaakt zijn voor problemen die nu spelen in de samenleving, dat je die aanpakt. En daar is Rotterdam gewoon een prima plek voor om dat te ontwikkelen. En ook jezelf daarin te ontwikkelen, hoe jij met dat soort vraagstukken om kan gaan. En te kijken of je met de manieren of ja, de methodieken die je eigenlijk toegereikt krijgt, hoe je met hedendaagse problematiek kan ontwerpen.